de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is geen leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Leef onze goede tijd!